1000 jaar geleden zat Marken nog vast aan Noord-Holland. Tijdens de Juliaansvloed in 1164 werd er zoveel grond weggespoeld dat Marken loskwam van het vasteland. Ondanks de bouw van een dijk liep Marken nog altijd een paar keer per jaar onder water. Daarom gingen de bewoners hun huizen op terpen bouwen, die hier werven worden genoemd. Zo'n werf bood maar een beperkte ruimte. Daarom werden de huizen dicht op elkaar gebouwd. In de loop van de tijd zijn die terpen volgebouwd. En omdat Marken toch nog een paar keer per jaar onder water liep, kon men niet op het maaiveld bouwen. Deze overstromingen vonden niet alleen plaats tijdens stormvloeden, maar ook bij eb en vloed. Het hoge water kwam gewoon over de dijk heen. Dus moest men aan de randen van de terpen gaan bouwen. Dat was tussen het midden en einde van de 19e eeuw. Totdat ook de randen van de werven volgebouwd waren, waarna men huizen op palen ging bouwen. Hierdoor kon het water onder de huizen doorstromen. Dit deed men totdat in 1932 de afsluitdijk werd aangelegd en Marken niet meer onder water kwam te staan. Toen de afsluitdijk gereed was, werden de onderhuizen dichtgemaakt en werd deze loze ruimte gebruikt als berging, slaapkamer of studeerkamer. Oh, goed.